Ik ben Pat, CEO van Van Rooy Automation, een Belgisch vooraanstaand ICT-bedrijf met de focus op cybersecurity. Wij stellen op dit moment bijna 250 mensen te werk. Bij de audit door Voca uitgevoerd op gebied van duurzaamheid was de certificatiecommissie duidelijk onder de indruk van onze acties. Wij gaan de procedure om VCDO SDG pionier te worden doorlopen in niet 3, maar 2 jaar tijd. Ik pik er enkele acties uit van de 24 acties. Wij hebben in ons beheer een bos met meer dan 100.000 bomen en de productie van biologische voeding. Biologische voeding die wordt ook voor onze medewerkers gebruikt. We hebben een restaurant in ons bedrijf waar onze mensen elke middag kunnen genieten van een duurzame maaltijd. Wij zorgen natuurlijk met onze ICT-kennis dat onze klanten en onze medewerkers heel duurzaam kunnen werken van op afstand, zowel thuis als kantoor. Maar onze meest indrukwekkende realisatie is ongetwijfeld ons kantoorgebouw. We zijn vorig jaar verhuisd en ons e-pijl, waar we gestreefd hebben naar een klimaatneutraal gebouw, blijkt op min 27 te liggen. Dat betekent dat we meer energie produceren dan we nodig hebben. We produceren namelijk 205.000 kilowattuur energie die we gebruiken voor onze elektrische voertuigen. Dat betekent een negatieve CO2 footprint van meer dan 68 ton CO2 die wij niet produceren.